Mevrouw de voorzitter, de verkiezingsuitslag maakt het moeilijk om een stabiel meerderheidskabinet te vormen. Dat wisten we op de avond van 15 maart en dat weten we nu. 2 weken geleden sloot ik het debat af met de conclusie dat er een padstelling dreigde die het gevolg was van de hele goede sfeer tussen de 4 partijen die toen vastliepen, VVD, CDA, D66 en GroenLinks, en tegelijk het volstrekte gebrek aan openheid. Het beeld dat er een heel principieel probleem lag of een inhoudelijk probleem waar iedere coalitie nu eenmaal, dat ben ik met Buma eens, oplossingen voor zou moeten vinden. Vandaag zien we dat wat ik toen vreesde voor Gert-Jan Segers van de ChristenUnie ook gebeurde. Niet alleen een pauzeact, maar een pauzeact die niet eens het podium op mocht voordat hij weer weg moest. En dat betekent dat we terug zijn bij de situatie van dat debat. En ik steun het voorstel van de VVD en de informateur om Herman Tjenk Willink aan te wijzen als informateur. Niet omdat het een PvdA'er is, maar voorzitter, ik vind dat je dat niet tegen mensen moet gebruiken. Voorzitter, ik zal hem adviseren alsnog een poging te doen de in dit debat geboden ruimte van GroenLinks en VVD en CDA te gebruiken om te bezien of daar toch niet een constructievere, hoe moeilijk ook, want dat beseffen we allemaal, poging kan worden gedaan tot het vormen van een logische, maar ingewikkelde coalitie na de uitslag van 15 maart. Dank u wel.